Welkom bij Veradé, Yin Yoga Flow, zacht ontspannen rekken. Laten we starten in kniestand. Adem in en rek je op. Adem uit en laat los. Laten we ons lichaam opwarmen. Buig je romp naar voren. Armen gestrekt voor je uit. Verplaats je lichaamsgewicht naar voren en duw jezelf omhoog in de opwaartse hond. Zit vlak naar de hielen. En naar voren in de opwaartse hond. Dijen aanspannen en van de vloer. Adem uit, zit vlak naar de hielen. Adem in opwaartse hond. Adem uit en adem in. Kom in de opwaartse hond en kijk over je schouder heen. Adem in naar het midden en adem uit en kijk over je andere schouder heen. Naar het midden, zit vlak naar de hielen tijdens een uitademing. Ademen. Duw jezelf in omgekeerde V op een uitademing. Stap op de plaats. Maak je benen los. Laten we starten met ons eerste yin-yoga-houding, de libel. Dragonfly. Spreid je benen wijd, oprekken van je zitbotjes tot aan je kruin. Schouders naar achter en omlaag. Kantel het bekken zodat je lichaam vanzelf naar voren komt. Adem uit en breng je bovenlichaam naar voren. Lichaamsgewicht op je handen. Duw jezelf omhoog tijdens een inademing. Adem uit. En adem in. Beweeg vloeiend je lichaam bij elke in- en uitademing. Adem uit en in door je neus. Breng je bovenlichaam naar voren tijdens een uitademing en houd vast. Steun op je handen, op je ellebogen of laat je lichaam rusten op de vloer. Ademen. Blijf bewust van je ademhaling. Adem rustig in en uit. Breng je adem naar daar waar je het meeste krachten ervaart, om ruimte te creëren. Adem vol en rustig door. Je mag de houding aanpassen als het niet prettig aanvoelt. Rekken mag een klein beetje oncomfortabel zijn, maar nooit pijn doen. Merk dat niet alleen je lichaam zich overgeeft aan de houding, maar ook je gedachtes. Je komt vanzelf in de stilte. Duw jezelf omhoog. Buig je knieën, zet je voetzolen tegen elkaar. Laat je knieën langzaam naar buiten bewegen. Breng je voeten dichter of net verder van je bekken, wat voor je comfortabel voelt. Houd de rug zo recht mogelijk. Houd met je handen de voorkant van je voeten vast. Als je de oefening wilt verdiepen, buig dan op een uitademing met de rechte rug voorover vanuit je heupen. Inademen, maak je lang, adem uit en buig dieper. Laat je hoofd licht naar voren hangen.
inademen. Maak je lang, adem uit en buig dieper. Hoe ver je knieën richting de grond komen is niet belangrijk. Het is niet zo dat de houding beter is als ze de grond raken. Als je ergens voelt dat je de houding moet gaan verzetten, je de houding aan moet passen, dan moet je dat doen, wat voor jou het best en prettigst voelt. Focus op je ademhaling. Adem jezelf erdoorheen. Duw jezelf omhoog. Kom in handen kniestand. Loop met je handen naar voren, totdat je borstkast de vloer raakt. De gestrekte kat of puppyhouding. Schuif je bovenlichaam naar voren en duw je borst omhoog in de sphinxhouding. Adem uit, heupen omhoog, gestrekte kat. Adem in, schuif je heupen naar voren, borst omhoog. Hef je heupen omhoog en recht boven je knieën. Adem in, schuif je heupen naar voren, borst omhoog. Hef je heupen omhoog. En omlaag. Hef de heupen omhoog en recht boven je knieën. Strek je armen zo ver mogelijk voor je uit en houd vast. Onze tweede yin-yoga houding, het smeltend hart. Laat je voorhoofd op de vloer of op een yogablok rusten of kijk voor je uit. Sluit je ogen en breng je aandacht naar de ontspanning in het borstgebied. Houd aan zolang het comfortabel voelt. Ontspan je schouders en zak steeds dieper in de houding. Adem diep en vrij in het lichaam. Laat los en duw jezelf omhoog in de omgekeerde V. Adem in, kom in plank. Adem uit, in de neerwaartse hond. Buig je linkerknie en breng deze gelijk naar je linkerhand tijdens een inademing. Adem uit en buig naar voren. Leun op je ellebogen. Buig langzaam verder naar voren. Hoofd rustend op je armen, of op een kussen, of op een yogablok. De slapende zwaan. Buig dieper op een uitademing. Laat je gaan. Merk dat niet alleen je lichaam zich overgeeft aan de houding, maar ook je gedachtes. Je komt vanzelf in de stilte. Adem rustig in en uit
door je neus. Laat los en kom naar het midden. Duw jezelf omhoog in de neerwaartse hond. Adem in, kom in plank. Adem uit, neerwaartse hond met voorhoofd naar de vloer. Adem in, plank. Adem uit, neerwaartse hond met voorhoofd op de vloer. De slapende zwaan, buig je rechterknie en breng deze gelijk naar je rechterhand tijdens een inademing. Adem uit en buig naar voren. Leun op je ellebogen. Of laat je hoofd rusten op je armen of yogablok. Ademen. Buig dieper op iedere uitademing. Geef je over aan de houding en aan de stilte. Duw jezelf omhoog en zwaai je achterste been naar voren. Kom in ruglig voor de ruithouding met draai, ook kat trekt zijn staart genoemd. Vanuit de liggende houding op je rug breng je je linkerknie in de richting van je borst en trek je bovenbeen dichter naar je toe. Houd je andere been gestrekt op de vloer. Breng je knie vervolgens naar rechts in de richting van de grond voor een twist. Plaats je linkervoetzool op je rechterknie. Buig je rechterbeen en neem je voet vast met je linkerhand. Houd de schouders plat op de vloer. Draai je hoofd naar links, van het scherm weg. Laat alle spierspanning gaan in heel je lichaam. Laat los en ontspan. Volg je natuurlijke in- en uitademing en blijf even in deze houding. Geef je over. Geef je over aan de houding en aan de stilte. Kom naar het midden, herhaal aan de andere kant. Strek je linkerbeen terwijl je je rechterknie dichter naar je borst trekt. Ademen, sluit je ogen.
Beweeg je rechterbeen vervolgens naar links voor de gedraaide rugdraai. Rechtervoetzool op je linkerknie en breng je linkervoet achter je naar je rechterhand. Houd de schouders plat op de vloer. Draai je hoofd naar rechts, naar het scherm toe. De ruithouding met draai. Focus op je ademhaling. Rustig in- en uitademen. Geniet van de stilte. Kom langzaam naar het midden. Strek je beide benen omhoog. En laat je handen over je benen glijden. Geef je benen een lichte stretch en een massage. Ontspan. Hou van je lichaam. Buig en open de knieën diep. En indien mogelijk tot naast je bovenlijf, pak de buitenkant van je dijen, kuiten of voeten vast. Voel je vrij om te bewegen in deze blije babyhouding. Wieg heen en weer, massage van de rug. Hou vast. Je kunt deze houding ook aanpassen, wat voor jou prettig en comfortabel voelt. Ikzelf strengel mijn vingers bijeen langs mijn dijen en laat mijn onderbenen hangen. Adem rustig en gecontroleerd. In- en uitademen door je neus. Ontspan. Laten we vervolgens eindigen in de pentagram of vijfhoek sterhouding. Spreid je benen wat uit elkaar. Je armen wat van je lichaam af. Heel ontspannen. Sluit je ogen en neem de tijd. Zorg dat je helemaal comfortabel ligt. Sluit je ogen en wees bewust van de delen van je lichaam die contact maken met de ondergrond. Geef je ruimte om los te laten en te verstillen. Blijf zo lang als je wilt in deze houding en ontspan.
Bedank jezelf en je lichaam om tijd voor jezelf te nemen.